Zo. Oh, dames en heren. Ik bedoel... Hallo dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Oh, en ik heb gisteren de boosterprik gehad. En ik kan jullie vertellen... Oh, ik ben er ziek van. Niet normaal. Ik heb bijna niet geslapen vannacht. Ik was zo... Oh man. Kijk, ik kan hem nu wel afhalen trouwens. Beam. Nou, mijn lichaam voelt alsof ik ben aangereden door een vrachtwagen. Ik heb echt overal spierpijn. En ik heb gewoon knallende koppijn. Echt mijn benen, jongen. Alsof ik gisteren een marathon heb gerend. Het is niet normaal. Echt zoveel spierpijn overal. En ik ging vannacht naar bed. En ik kon gewoon niet slapen. Ik had het zo koud. Dat ik was de hele tijd aan het trillen. En op een gegeven moment, om 7 uur 's ochtends, toen kon ik het echt niet meer hebben. Toen zei ik, Marwin, ik zeg, wil je misschien een kruik voor me maken? Want ik heb het zo verschrikkelijk koud. Terwijl ik gewoon lekker warm onder de dekens lag bij Marwin. En nooit iets aan de hand is. Dus Marwin die heeft een kruik voor mij gemaakt. Marwin die heeft wat water gepakt met 2 paracetamolletjes. Ik moet zeggen dat toen ik die paracetamolletjes nam, toen was er niks aan de hand. Of nou, niks aan de hand. Toen voelde ik me al echt heel veel beter. Ja, en ik heb... uiteindelijk sliep ik pas om 8 uur 's ochtends. Het is echt bizar. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. En het is nu 2:10. En dat is mijn ervaring. Een dag na de prik. Helemaal kut. Dus ja, wat ik nu ga doen is... Ik ga nu opstaan. Eindelijk. Ik ga 2 paracetamolletjes nemen. En ik ga even een broodje eten. En dan zien we wel de rest van de dag wat allemaal gaat gebeuren. Misschien voel ik me vanavond wel echt in één keer helemaal beter. Maar misschien voel ik me gewoon de rest van de dag zo. Zoals ik me nu voel. Ik zie er ook gewoon uit als een freaking aardappel. Zonder wifi. Oh man. En echt zo bizar. Want ik zat even na te denken. En dat ga ik nu ook hardop doen. Zonder de namen te noemen. Dat is die 7. Er zijn 9 mensen die ik ken. Die afgelopen week de boosterprik hebben gehaald. En niemand had ergens last van. Gewoon niks. Gewoon echt nergens. 9 mensen. Nergens last van. En wie wordt er weer helemaal beroerd van? Je boy Enzo Knol. Tuurlijk. Ik ben weer de lul. Gewoon niemand nergens last van. Wat de heck. Wauw. Ik bedoel, mijn moeder, daar kan ik het wel van zeggen. Die had een beetje een spierpijn in de arm. En ik heb ook een spierpijn in mijn arm hoor. Als ik de camera vasthoud en dan voor me uithoud, dan is het geen pretje. Dan doet het echt goed pijn. Qua spierpijn dan. Ja, dat valt wel mee. Spierpijn is niet zo erg. Alleen ik voelde hem gewoon echt shit vannacht. Gewoon echt beroerd. Gewoon ziek. En dat had ik bij de vorige 2 prikken ook al. Of 2 prikken. Bij de vorige prik. Dat was Janssen. Dat was 1 prik. Toen was ik ook 2 dagen ziek. En weet je wat dan gek is? Als Marwin dan corona heeft. En ik ben helemaal niet aan het nadenken over allemaal gekke conspiracies. Of weet ik veel wat allemaal. En zoals ik gisteren ook al zei. Ik deel gewoon mijn ervaring. Ik deel hoe het gaat bij mij. Hoe ik me voel. Want ja, ik kan wel een masker gaan opzetten. 2 paracetamolletjes nemen. En zeggen. Hallo dames en heren. Leuk dat je kijkt naar een goed nieuw vlog. We gaan nu naar buiten. Gaan dit en dit en dat doen. Maar ik voel me gewoon shit. En uiteindelijk ga je dat ook echt wel zien. Dus dit is gewoon hoe het is. Alleen gisteren heb ik ook al gezegd, mijn YouTube kanaal was niet de plek om een hele discussie te starten met iets van, weet ik veel, zie je wel dat je die prik niet moet nemen of enzo, dat is mijn 1 dag, kom wel goed, dat had ik ook bij de prik. Of het is gewoon, ik heb het genomen, dit is hoe het bij mij gaat en zie het allemaal zelf maar. Ik weet het ook allemaal niet meer, oké? Eén ding weet ik wel, het is knijters mooi weer en ik hoop dat ik vandaag nog wel even naar buiten ga om even een rondje te lopen of zo. Mijn hoofd. Ik stond snel op. Knallen in mijn hoofd. Maar kijk dan hoe mooi. Damn. Hey, de bel gaat. Ach, zo'n rot, jong. Kijk dan. Waarom blijven mensen dat doen? Ja, je rent maar weg. Waarom doe je dat? Zo irritant. Dat is echt niet leuk gewoon. Nou, helemaal niet op dagen zoals dit. Dat is het laatste waar wij op wachten. Is dat iemand gaat aanbellen bij je aan de voordeur. Ik dacht een pakketje. Ik werd al een beetje blij van binnen. Want ik heb gisteren iets besteld. Dus ik dacht, pakketje. Nu al. Woejo. Maar niet. Hoi, hoi, hoi. Wat is mij eigenlijk aan het doen? Hoor ik nou stofzuigen of zo? Nou, in ieder geval. Zo. Even checken wat het verschil is. Ja, dit is wel beter. Het voelt beter. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Ben je de hele studio aan het opruimen? Het hele huis aan het opruimen. Het hele huis, wat lief. Ja. Oi, oi, oi. Zodat we lekker kunnen uitzieken in een schoon huis. Uitzieken. Ja, ik kan uitzieken. Ja, nee. Nou, je hebt ook een lekker outfitje aan. Ja, klopt. Ik ben vanochtend wel iets van 3 kwartier buiten geweest, hè? Oh, serieus? Met Samantha, die was hier. Nee. Ja. Meen je dat? Ja. Echt? Ja.
Niet met Luciano hoor. Oh, wat? Wij hadden gisteren het idee om misschien vandaag met Samantha en Luciano naar de hertjes te gaan. Ja, omdat we die zak wortels hebben gekocht. Ja, en toen appte ik Samantha vanochtend zo van, joh, had je nog op Enzo gereageerd? Want ja, dat had natuurlijk gevraagd. Ja, ik had een appje van haar gezien, dat Luciano weer naar de crash ging en zo. Ja, precies. Maar ze had een afspraak in... Of naar de peuterspeelzaal of iets. Ja, peuterspeelzaal. Ja. Maar ze had een afspraak in Amersfoort, dat was ze een uur te vroeg. Oh, dus toen kwam ze hier langs. Toen kwam ze hier en toen hebben we even lekker gewandeld. Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik ga ook met jullie meewandelen. Jammer. Oh, man. Nou, balen. Dat heb ik dus gemist. Ik heb gewoon een halve dag gewoon gemist. Ik heb niks doorgehad. Marion die was gewoon weg. Nou goed, wat Marion heeft gedaan is wel echt super lief. Maar ja, ik ken Marion ook alleen maar dat ze lieve dingen doet. Check eens eventjes. Twee bolletjes met chocopasta en wat water met citroentje erin. Nou, dan gaan we even naar de medicijnla. En dan gaan we hier even een paracetknolletje uithalen. Paracetknolletjes. Eigenlijk zouden we inderdaad naar de hertjes gaan. Omdat alle kinderen gingen weer naar school. Dus wij dachten, nou als alle kinderen naar school gaan van Samantha en Shade, dan is Samantha alleen met Luciano. Maar we waren vergeten dat Luciano naar de peuterspeelzaal gaat twee dagen in de week of zo. Dus dan gaan we een andere keer met Luciano naar de hertjes. Maar volgens mij vindt hij dat helemaal geweldig. Zo, lekker bijten op de paracetamol. Dit kan je echt proberen. Gewoon water met citroentjes erin. Dus echt, het schijnt heel goed gezond zijn. Ook lekker ook. Zo, nou de aspirintjes zitten erin. Dus ik hoop dat die straks erin kikt. En dat ik me dan even wat beter voel. En dat we dan misschien even een rondje kunnen lopen buiten of zo. Het is wel eens moeilijk in te schatten. Dat als je je niet lekker voelt van heb ik nou wel trek of heb ik niet trek. En soms eet ik dan om er gewoon voor te zorgen dat ik iets binnen heb. Want ik heb wel buikpijn van de trek. Maar ik heb niet per se trek. Dus dat is wel eens lastig. Sowieso ziek zijn is wel eens lastig. Soms weet je niet hoe je moet gedragen of wat je moet doen. Waarom nou weer? Ik moet wel zeggen dat als het zo blijft zoals ik me nu voel, dan is het prima. Als ik maar niet helemaal misselijk en beroerd ben en moet overgeven en zo, dat vind ik echt heel, heel vervelend. Maar ja, dat is de intro van de vlog. Ik kan niet anders maken dan dat het is. Zo op deze manier, gewoon zo. Ik ga eens eventjes wakker worden, even rustig. Ik doe alles rustig vandaag. Ik heb geen zin in druk gezeik. Geen idee waarom ik dat deed. Hier, kijk, zo voel ik me nu. Als Justin Bieber. Met zijn hand zo op zijn hoofd. Alleen ziet Justin Bieber er 10 keer knapper uit als hij dit doet. Hij ziet er zelfs gewoon knap uit als hij dit doet. En ik zie er gewoon uit als een zieke sukkel. Oké, cool. Nou, broodje eten en dan zien we het allemaal wel, dames en heren. En wat ik trouwens ook nog heb gedaan. Ik heb de hele nacht en dus nu nog steeds mijn sokken aangehad. Omdat ik het zo koud had dat ik dacht van, nou, ik moet echt mijn sokken aanhouden hoor, serieus. Dus ja, die zweetstinkvoeten, die zal ik wel eventjes, tenminste de sokken zal ik wel even in de was gooien. En even andere aandoen, want ja... Die zijn heel vies. Nou, in ieder geval, ik ga dit ook even schoonmaken. Daar had ik net mijn voeten op, sorry. Marion is net zo lekker bezig, ook met stoelen op tafel en stofzuigen en alles. Maar goed. Even kijken, hoe moest dat ook weer? Het is wel een tijdje geleden dat we een zelftest hebben gedaan. Ja, altijd gewoon door een ander laten doen, hè, de test. Oké, deze moet sowieso open. Ja. We hebben heel veel getest altijd bij teststraten en alles voor ja, dingetjes dat we moesten doen of naar het buitenland of wat dan ook. Of dat we een test moesten doen om goedkeuring te krijgen om naar het buitenland te gaan. Want ja, we hebben op zich best wel wat reisjes nog afgelegd naar het buitenland. Maar eentje zelftest thuis is lang geleden. Deze in mijn neus, naar achter. Ja. En dan die andere. Ja. Dan doe je hem hierin, dan ga je zo poeren een beetje. Ja. En dan daarna deze en dan druppen daarop. Maar ja, dat is eigenlijk super simpel. Ja. De stokjes zijn minder lang geworden, lijkt het. Klopt. En jij kan dat hele stokje in je neus, denk ik. Ik kan hem laten verdwijnen. Als je een tovertruc wil zien, dan kan dat, hoor. Ja, echt bizar hoe ver je hem erin kan. Een beetje roeren. Beetje heen en weer zo. Ik heb die zelftestjes nooit zo erg gevonden. Of überhaupt gewoon testen. Nee, valt best mee, hè? En dan de andere. En als je het bij jezelf doet, duurt het sowieso langer. Want als je het bij een teststraat doet, dan heb je hem 5 seconden in je neus en is het ook alweer klaar. Klopt. Zo. Je moet wel... Alles in die zin. Ik moet wel niezen en ik heb helemaal traanogen. Maar ja, dan weet ik wel dat ik het goed heb gedaan. Ja, dat heb je wel goed diep gedaan. Ja, want zelfs waar ik het nu vast hou is nat. Oh mijn god. Misschien heb ik het te diep gedaan. Ik weet het. Nee, dat kan niet. Nou, zo moet je het een beetje roeren en dan uiteindelijk zo uitknijpen en dan het stokje eruit halen en die kan je dan weggooien. En waarom doe ik deze zelftest eigenlijk? Nou, omdat jij net zei dat je heel veel spierpijn hebt en hoofdpijn. Dus ja, dat zijn wel symptomen waar je gewoon even rekening mee moet houden. En je hebt niet
gesport. En eigenlijk 99,9% zeker dat het gewoon van het vaccin komt. Maar ja, we kunnen beter zekeren voor het omzetten. Dat is eigenlijk wel een hele goede voorzorgsmaatregel voor jou. Marion die zei, laat je, doe even een zelftest. Dat was het. Om als je straks naar buiten een rondje wil lopen, dan weet je in ieder geval dat je negatief bent. Ondanks dat je niet lekker voelt. 3 drupjes volgens mij. 1, 2, 3. Ja. Nou, nu maar afwachten. Ja, binnen 15 minuten. Of tenminste, je ziet het eigenlijk meestal meteen al. Maar je moet 15 minuten wachten officieel. Ja, nee, je ziet het nu zo oplopen. En als er dan een streepje bij die C komt, dan ben je de lul. Nee, bij de T, toch? Oh ja, de C was controle en de T is test. Nee, de T is toch test en de C is corona. Ik weet het niet. Ja, volgens mij was dat het. Je moet, als je 2 streepjes hebt, dan heb je corona. Ja, T is een testlijn en C is COVID. Maar er komt ook helemaal geen streepje bij de T. Ja, maar dat komt straks. Oké. Okay. Even geduld hebben. Maar er komt nu wel een streepje bij de C. Ja, maar dat is goed. Dat is wel. Je zei net de T is test. Nu ben ik oh ja, kijk, als het alleen bij de C komt, is het negatief. Ja, precies. Dat is dus... En als het bij de C en T komt, dan is het positief. Ja, precies. En als je alleen bij de T komt, is het ongeldig. Maar dat is niet, want hij is al een streepje bij de C. Ja. Dus ja, als er nu een streepje bij komt bij de T, dan heb ik corona. Maar die komt er niet hoor. Nee, ik ga even douchen en dan kijken we wel weer even opnieuw. Ik doe even lekker bluetoothje aan, lekker muziekje erbij, lekker bim 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 boom boom. En dan ga ik even lekker wassen met KP shampoo, douchefoam. Uitverkocht, sorry helaas, komt wel weer terug. Yeah, smell like your boy. Oké. Okay. Goed. Dan gaan we even naar buiten. Ja, dat is, ja, lijkt, ja moet er iets toch? Ik bedoel, ik zit nu, het is nu alweer 2:15. Ja, je moet toch je 5000 stappen halen. Nou, of ik moet gewoon een frisse lucht halen. Grapje, schat. Grapje. Dan gaan we straks even een rondje lopen. Ja, toch? We kunnen wel naar de herfst lopen. Ja, is goed. Neem even een paar wortels mee. Ja. Komt goed. Oké, okay, nou, douchen. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Nou, ik heb nog eventjes gekeken op de zelftester en dat ziet er goed uit. Die is gewoon negatief. Dus wat dat betreft zit dat gewoon verder helemaal goed. Oei, oei, oei. Heerlijk gedoucht wel hoor. Echt. Even lekker opfrissen. Dat was wel echt super fijn. Kijk eens hoe duidelijk dit negatief is. Kan niet duidelijker dan dit, denk ik. Dus, nou, is dat ook weer gedaan. Vuilniszak even leeggehaald. Dat is het minste wat ik kan doen om Marion even een beetje te helpen met het opruimen hier. Papa. Vriendjes. Ze kijken wel helemaal. Ja, goed. Oei, yo. Daar komen ze. Oei, yo. Holy shit. Ja, weet je wat het is? In het weekend is het hier zo druk. Ja. Dan krijgen ze misschien te veel. Maar oh ja, want nu... wij waren in zondag inderdaad. Ja, dan hebben ze heel veel gehad waarschijnlijk. Maar nu is het door de week. Hey, kijk eens. Oh, rustig, hé, hey, hey, rustig. Zo, hele wortel in één keer. Jeetje, rustig, rustig. Hij wil hem meenemen. Breek af dan. Je hebt net al gehad. Holy moly. Alleen hij moet nog eentje. Kom maar. Maatjes, hier is eten. Maatjes. Zo, die beukt hem weg, joh. Oh. Zit echt een beetje... Ja, daar, hij moet nog eentje hebben hoor. Ja, kijk, toppie. Zo, kijk deze wortel. Kijk ze aankomen dan. Zie je ze rennen? Oh, hoor je dat geluid? Ja. Nee, nee, ja ja. Nee, wat doe je nou? Oh. Ja ja, goed zo. Hoppakee. Ja, ik let wel goed op dat ze genoeg krijgen. En dat ook de goeie krijgen. Tenminste... Oh, bijna, bijna. Hey, maatjes. Oh, er zijn echt veel nu. Echt lief, echt lief hoe ze aankomen lopen. Oh. Dat was niet de bedoeling. Hij deed ook gewoon zijn ogen dicht, zag je dat? Ja. Dat was niet de bedoeling, maar ik gooide op zijn hoofd. Hij ging niet eens weg, hij stond gewoon stil en deed zo zijn ogen dicht. Wow! Dat is echt niet normaal, joh. Ik heb ze nooit zo gegeten. Zo, hebben jullie zoveel honger? Ja, we hebben niet meer zoveel. Nee, dit was het al. Maar daar nog eentje. 2 wortels. Oh ja, hier nog eentje. Maar dat is een hele kleine. Gooi gewoon een stukje verder en kijk hoe hard ze gaan rennen. Ja, dat gaat toch wel eentje. Wel een paar. Ja, die is als eerste. Zij denken, dat gaan we nooit meer halen. Zo. Oh, hij valt. Breek hem af. Dan breek jij hem niet af. Juist. Ja, inderdaad. Jij eentje nog. Dan breek ik deze af. Dan heb jij nog eentje. En jij nog eentje.
Nee, ja, ja, goed zo. Oh, lekker smikkelen, jongens. Maatjes, dat was het. Ik hoop dat iedereen gehad heeft. We kunnen niet helemaal controleren, want jullie lijken best wel veel op elkaar. Inderdaad, kunnen jullie niet allemaal gewoon een soort van nummer op jullie rug doen? Nummer 1, kom hier, voor je wortel. Ja. Oh, maar ze weten ook al gewoon dat het klaar is. Ja, ze zien dat het zakje leeg is. Ja, en ik heb niks meer in mijn hand, dus dan, nou, dan zijn ze ook weer een soort van weg of zo. Ja. Dat zijn wel echt hele mooie dieren. Heel schattig, maar als je ze van die jonkies hebt, dan is het pas schattig. Dan zien ze er zo zacht uit ook. Maar helemaal aan de overkant, daarachter, zijn er ook nog een paar, hè? Ja, klopt. Ja, daarachter helemaal, daar staan ook mensen. Misschien krijgen die ook wel eten. Maar wow, dit was echt een mooi gezicht. Dat we gewoon aankwamen lopen en dat gewoon die herten meteen gewoon allemaal kwamen rennen. Omdat ze wisten van, we hebben wortels. Eten dat groene ook? Dat groene eet ze ook. Ja, goeie. Anders geef aan de jongen dat groene. Wil je dit geven? Ja. Ja, dat eten ze wel hoor. Zo schattig. Ja, vind je lekker hè? Vind je lekker hè, maatje? Nou goed, super schattig. Top. Hebben zij ook wat om te geven? Gooi dit echt zo. Ja, gooi maar even weg. Nou, we hebben heerlijk gelopen hoor, dames en heren. We zijn even langs het dorp gegaan, hebben even een koffietje gehad. En we hebben nu al aardig wat stapjes weer gehad. Ik moet zeggen, die paracet knolletjes, maar dat wist ik ook gewoon, doet me super goed. Ik voel me echt wel gewoon oké nu, zeg maar. Gewoon lekker met z'n tweeën even lopen, even lekker kletsen. Helemaal prima. Dat is gezellig zo. Dat is leuk. Ik denk dat wij ook nog niet naar huis gaan nu. Ik denk dat wij gewoon verder het bos in gaan lopen hier. En dat we gewoon even een mooie wandeling maken met z'n tweetjes. Lekker. Kijk dan hoe lief. Lopen we dan met z'n tweetjes. Ging je net vertellen hoe het met je gaat nu? Of ja. Ja, gaat wel oké. Maar ja, je paracetamolletje. Ik heb de timer gezet, dus ik ben benieuwd dat als paracetamolletje uitgewerkt hoe ik me voel. Ja. Maar zoals ik al zei, op zo'n dag als vandaag, niet te veel stress, niet te moeilijk. We zien het wel. Even lekker naar buiten, frisse neus, dat helpt altijd. Precies. En dan zien we straks wel verder. Inderdaad. Kijk, ik ga heel zachtjes lopen. En dan ook echt heel zachtjes lopen. Dan gaan we kijken hoe dichtbij we kunnen komen. Maar ik denk niet dichtbij hoor. Ik denk dat hij straks gaat vliegen. Hij stond net al op vliegstand, zag ik. Hij ging al een beetje zo. Gaat hij vliegtuigstand aan? Ja. Kijk maar, hij gaat zo zien. Ja, hij gaat al bijna. Hij gaat al bijna. Hij houdt ons door. Ja, kijk, daar gaat hij. Zo vet, hè. Echt mooi. Maar even serieus, hè? Hier zitten de schildpadden, hè? Ja, dat is zo bizar. Marjan en Thijs was je mee, toch? Ja. Die waren hier een keer aan het lopen en toen zagen ze allemaal schildpadden. Ja, het was wel in de zomer, was het super mooi weer. En dan waren ze allemaal zo aan het opwarmen op zo'n tak, zeg maar, die boven water zat. Dus wij liepen hier en we waren bijna zo in de war, want dan zagen ze gewoon schildpadden. Ja, dat is echt gaar. Super random inderdaad, ja. Maar die ga je nu echt niet zien. Maar nee, in de denk zomer ik misschien wel. Ja, in de zomer moeten we hier terugkomen en dan gaan we schildpadden kijken. Ja, en het schijnt dus zo te zijn. Dat vertelde een keer zo'n guy aan mij. Die was daar aan het vissen. En toen vroeg ik zo van, ja, zit die vis? Een beetje zo. Ja. En toen vertelde hij van... Dat is superveel vis. Ja, op, want mensen laten die... gooien hun vissen hierin als ze niet meer willen. Ja. En hij vertelde dat er echt super grote kooikarpers in zitten hier. Ja, echt bijzonder. Ja. Het ziet er echt gewoon goor uit, dit stuk. Ja. Alsof er gewoon niks in kan leven. En weet je nog dat we hier een keer liepen en dat er zo'n... Ja. Dat er een vrouw op blote voeten een boom aan het knuffelen was? Ja, dat was ook zo raar. Ja, je hebt dus boomknuffelaars. En sommige mensen gaan daar heel goed op. Die gaan dan met een blote voet, of één of twee blote voeten, volgens mij één blote voet. Gaan ze met één blote voet op de wortel staan. En dan gaan ze de boom knuffelen. Nou, die vrouw stond daar wel echt een kwartier of half uur of zo. Ja, want toen we heen gingen en terug, toen stond ze nog steeds. Ja, was ze de boom aan het knuffelen. Ja, gewoon één worden met de natuur. Ja, dat was wel gek om te zien, eerlijk gezegd. Maar ja, wat maakt mij dat verder uit? Ik bedoel, als zij dat wil en ze voelt zich er beter door, dan laat haar maar lekker een boom knuffelen, toch? Nou, ik heb ook wel eens wat van gehoord, boomknuffelaars. Interessant. En als we dan terug zijn straks thuis, gaan we allebei een gokje doen hoeveel kilometer we hebben gelopen, ja? Oké, ja, is goed. Zonder op de Apple Watch. Zonder op de watch te kijken. Oké. En, ik weet niet of je daar zin in hebt, maar ik heb best wel zin in een warm chocolademelk. Oeh, dat is altijd dat lekker. En ik heb best wel koude handjes. Laat die hier langs lopen. Ja, is goed. Ja, dat is wel lekker. Toch? Even opwarmen. Lekker opwarmen. Maar ik denk dat we straks wel bijna een uur onderweg zijn geweest, hoor. Denk ik ook wel. Ja. Zullen we heel eventjes gaan kijken naar een paar video's van honden die denken dat het gras is, maar die dan gewoon in het water vallen? Oh, echt? Ik heb dat nog nooit gezien. Nee? Want hoe erg ziet dit eruit als gewoon gras, ja, toch? Ja, gewoon allemaal eendenkroos. Hoe? Eendenkroos. Hoor, dat wist ik helemaal niet. Nee? Eendenkroos? Ja, toch? Zo heet dat toch? Wat houdt dat in? Komt dat door eenden of? Oh, dat weet ik niet. Kroos, plant. Oh ja, inderdaad, ja.
Eendekroos. Eendekroos is een geslacht van vrij op het water diverse drijvende waterplanten. Deze planten komen vooral voor in stilstaande of traagstromende waters. In gematigde en tropische gebieden. Tropisch, kijk dan, Zeist. Ja, ik weet niet hoe dat dan weggaat. Want toen ik het intypte, stond wel meteen achter verwijderen. Als meeste zoeker is. Ja, nou, dit staat natuurlijk gewoon compleet stil. Dus ja. Ja. Maar ja, je ziet dat wel eens van die filmpjes hoor. Dat is echt geniaal. Laten we daar even naar kijken. Digby! Digby! Yeah, that'll teach you. Oh my god! Oké, we zijn weer terug. Je hebt gekeken. Nee, ik zag 62 minuten staan. Wow, en ik wou zeggen, we hebben 58 minuten gewandeld, maar dat klopt ook gewoon. Ja, 62 minuten. Ik dacht net geen uur. Wat maar... stom, dat ik wilde gaan kijken, maar ik zag het niet hoor. Hoeveel kilometer? Nee, ik zag het niet. Ik zag alleen 62 minuten staan. Oké, hoeveel kilometer denk jij? Of nee, we zeggen wel 3, 2, 1 tegelijk. Want anders dan ga ik bij die van jou denken van, misschien klopt dat. Oké. Okay. 3, 2, 1, 3,5. Wow, 4,4? Ja. Je hebt het logisch nagedacht, of niet? Ik heb gewoon 3,5 gedaan. Nou, ik dacht, als je een uur loopt, dan en je loopt zeg maar de hele tijd door. Dus je hebt logisch nagedacht. 5 kilometer per uur, maar we hebben ook gestopt overal. Okay. Nou, gaan we kijken. Zal ik eerst kijken? Ja. 3,8 kilometer. Wow, en ik zei 3,5. Oh, 3,9. Oh, ja, dan heb ik gewonnen. Ja. Wow, joh. Ja, 3,8. Hoeveel stappen zijn dat? Hoppa, ik heb 5.350 stappen. Wow, yo. Wow, je hebt 14.500 stappen. En je hebt het nu meteen gehaald ook. Staandoel heb ik nu gehaald, ja. Even kijken. Wow, 14.500. Wauw, zoveel heb je al... Ja, je hebt ook met Samantha gelopen vanochtend. Ja, daarom. Dat was ook al iets van een half uur, drie kwartier. Oh my god. Ja. Nou, ik heb in ieder geval over de 5.000 heen. En dat op een dag als vandaag dat ik zo beroerd wakker werd. Dat is echt goed. Oh, ik ben blij. Ik ben trots op mezelf. Ik had echt me voorgenomen toen ik wakker werd van oké, Enzo, je gaat vandaag letterlijk geen shit doen. Ik blijf gewoon de hele dag binnen thuis. Ga maar een beetje chillen, filmpje kijken op de bank. Een soort van uitzieken. Ik ben echt blij dat ik gewoon even de knoppen om heb gedraaid. Paracetamol is erin en even boom, een uurtje naar buiten. Heeft me wel echt goed gedaan. Heerlijk. Ik hoop niet dat ik straks in één keer denk, oh, ik ben kapot. Maar tot nu toe voel ik me nog wel oké. Tijd voor warme chocolademelk. Ja, dat wou ik vragen. Heb je zin in warme chocolade? Ja, heerlijk. Lekker. Echt lekker, lekker, lekker. Zijn we in één keer weer buiten? Zitten we in de auto. Warme chocolademelk meegenomen. Mayo al bijna op, omdat ik even aan de autorij was. Heerlijk. Dit gaat echt wel even goed in. Ik werd in één keer gebeld door Quinn. Van, yo, we zijn op het voetbalveld om de hoek en komen nog even langs. Ja. Mayo die zei, moet je dat nou wel doen? Is dat wel verstandig? Maar ik heb gewoon geen zin om binnen te zitten. Ik ga wel gewoon. Dus zijn we met z'n tweeën. Gaan we even kijken bij Quinn. Let's go. Met het voetbalveld is dus wel lachen. Nou, daar gaat hij hoor. Help eens een keer. Zo, en dan... Niet met je jas blijven hangen, hè? Nice. Nou, hier zijn ze dan. Hier gaan we even snel overheen zo. Hoppa. Zo, mooi kunstgras dit, hè? Zo. Oh, dit loopt ook hemels. Oh, lekker veldje. Oké. Quinn bij PSG. Ja. Daan bij FC Barcelona. Nou, laat eens zien dan. Wie is beter? Bal op de stip en zo mooi mogelijke penalty. Mooi mogelijk penalty. Zo mooi mogelijk, allebei. Kijken wie wint. PSG of Barcelona. Zo! Zo! Dat was wel een lekkere kroezoe. Dat was een bal in de kruising, dames en heren. Even kijken wat Daan ervan gaat bakken. Lukt heel, hè? Komt-ie. Oh, dat was wel een goede bal, maar die van Quinn die was wel lekker, hoor. Nou, zal ik dan nu even uitkomen voor FC Knudden? Ja, doe maar. Komt ie, dames en heren. FC Knudden. Ja. Gewoon prima aan het hoekje, hè? Die van Quinn was harder. Die was echt was zo keihard. Hard, ja. Dat was nice. Ja. Zo, dit is wel echt een super mooi veld. Ja, dat is echt zo top. Lekker. En nu wil ik ook even een balletje zien van FC Woman. Hallo, ik heb zo'n jas aan. Dan kan ik niet eens iets normaal. Ja, je ritje even omhoog, toch? Je moet weer. Je ik moet weer. Ik kan nooit een keer chill. Kan nooit een keer chill. En zo zijn nog. We gaan gewoon rustig erheen. Ja, je hoeft niks te doen. Gewoon kijken en gelijk. Je bent hier 1 minuut. Nou, schiet ik hem maar even in de kruising. Ja, moet je het wel gelijk goed doen. Ja, doe maar schat. Een jasje zo inderdaad. En even alle ruimte. Oeh, jammer. Ja, dat was eigenlijk FC Knudden. Wil je nog een keer? Weet je wat het is? Wij moeten nog steeds voetbaltraining doen. Want nu probeer ik weer te schieten zoals jij mij geleerd hebt. Maar ik kan dat gewoon niet. Nee, maar je kan niet schieten. Ja, dat klinkt nu leuk. Maar als je het nooit hebt geleerd, zeg maar, dan is dat heel vreemd iets. Want zij krijgt de bal niet omhoog. Ja, dat weet ik. Altijd bij de crossbar. Zo.
Ja. En nu probeer ik zo met mijn vreef, maar dat lukt me dus niet. Ja, probeer ook helemaal naar beneden. Ga ik dan even onderop? Deze is voor training. Ik heb nu al last van mijn scheenbenen. Ja? Zo, ik heb hier een blauwe plek, kijk. Oh, ja. Van gisteren en vandaag. Dit is helemaal fijn. Nou, daar leg hem even goed voor je neer. Een tieltje raken. Oh, hij heeft ook wel schoenen zonder veters. Met veters, hè? Ja. Met dit hier. Ja, met je veters. Hoe weet je nou dat ze met veters moet schieten als je zelf geen veters hebt? Ja, hoe weet hij dat? Oké, een tieltje raken met de veters. Komt in. Wow, wel mooi in de hoek. Die was net zo mooi als Daan net. Ja. Nou, dat was goed. Is toch nog knap. Ik wil dat graag oefenen. Dat gaan we in 2022 doen. Hè? Ja, ja. Voetbaltraining voor mij. Ja. Van iemand die gewoon een beetje stand heeft. Ik span te erg zeg maar, mijn voet aan als ik trap. Dus ik doe dan helemaal zo hard zo. En dan ja, je doet hem zo. Voel ik meteen hier mijn scheenbeen. Ja, dat is niet goed. Nee. Nou, hè, na twee keer trappen. Vorige keer kon ik de volgende dag amper lopen. Ja, dus dat is echt niet goed. Maar, dus Myron moet rustig gaan. Ja, moet rustig gaan. Jij ook. Nee. Ik ga even ballen trappen. Vanochtend helemaal huilen in bed dat hij ziek was. En dan nu, ik geef een balletje trappen. Ja, een paracetamolletje werkt supergoed. Ja, nee, maar dat supergoed. Is het, hè. Dan moet je nog wel even in gedachten houden dat je vanochtend zo ziek was. Ja, nee, dat klopt. Maar doe lekker je ding, schat. Ik support je altijd, hè, weet je. Wil je dan deze filmen? Nee. Want ik ga nu op de crossbar schieten. Okay. Vanaf hier. Waarom ligt het in? Deze is niet goed, toch? Nee, die is niet goed. Nou ja, ik vind het niet heel goed. Is die niet goed? Maar schiet dus op de lat, hoor. Oh. Ja, mooi. Ja, ik heb geen voetbalschoenen bij me, maar ik ga toch een beetje kijken. Nee, maar ja. Je kan ook met die toch voetballen? Ja, is prima. Maar ik ga gewoon af en toe eventjes schieten. Niet te gek. Maar wat doen jullie? Wat zijn jullie aan het doen? Is een spelletje of zo? We waren nu spelletjes aan het doen tegen elkaar, ja. Maar nu doen we even knuckleball. Around the world. Oh, ik heb een heel mooi verhaal hoor. Vandaan. Leuk verhaal. Vroeger zei zijn pa tegen... Oh, netjes hoor. Leuk verhaal vandaan. Toen zei zijn pa tegen hem iets van, als je een rondje om de wereld doet, krijg je iets van 5 euro, zoiets. Ja. Toen kon hij dat nog niet. En toen kon hij hem dus, ging hij hem laten zien. Toen ging zijn pa hem in slow motion filmen. En toen bleek dus dat hij de bal was hier, deed hij gewoon zo. Achter de bal. Oh, echt? En ik deed dat rondje, deed ik achter de bal. En dan deed hij gewoon zo. Als je niet filmde, leek je echt legit, zeg maar. Nou, Round the World blijft gewoon echt een leuke truc om te doen. Maar laten jullie maar wat zien. Probeer ze allebei vanaf de 16 op de crossbar te schieten dan. Want dat blijft wel het leukste altijd, vind ik. Ja, dat is jouw favorietje, hè? Oei. Jammer. Jeetje. Het was eigenlijk het gemiddelde tussen jullie, dan was hij perfect geweest. Ja, eentje te hoog, eentje te laag. Ja. Komt ie. Oh. Dit is de verkeerde lat. Wow. Oh, dat was hem. Nice. Ja. Lekker hoor. Oh. Bijna weer. Oh. Die was echt heel dichtbij. Oh, kom naar de bal zijn. Oké, doen jullie een spelletje maar weer, ja? Ja, ik help wel. Boom, gek. Die was wel lekker. Ja, die was ziek. Oh, hij landde in de koezel. Oh. Oh, zo, volgens mij zat hij. Oh. 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 Holy shit, nee! Tegen een boom? Tegen een boom terug! Overdekken! Boom, gek! Oh. Maar we kunnen ook met... Rennen weer, rennen! En we doen weer de beetje aan die bank komen. Rennen! Ja. Marion is nu op doel en Dani moet schieten vanaf de 16. Kijken of hij hem raakt. Marion is een goede keeper hoor. Oeh. Oh! Welk crossbar? Dat is crossbar. Zo, dat is ziek. Achter het standbeen. Oh, was crossbar met de achterstand. Dat is wel knap hoor. Daar gaat hij. Oh. Oké, ik doe even mijn best. Nu geplaatst in de kruising. Ik ben benieuwd. Die kant, hè? Oh, lekker schot hoor. Heerlijk. En nou, nu Daan nog. Nou, Marion is wel een goede keeper hoor, serieus. Ja, die doet best goed, ja. Oh, in het hoekie. Mooi. Precies zo. Nu Quinn nog. Komt-ie. Oh! Als je deze houdt, schat, ben je de beste keeper, ja? Oh! Ah, shit. Marion is beste keeper. Je moet even goed gaan. Komt-ie, schat?
Oeh, oh, joh. Haha, die was niet goed. Je wil weer een gezicht raken, hè? Zeg maar. Tuurlijk niet, maar ik moet even een goede volley hebben. Zo! Oh! Nee, je gezicht! Zo! Die was recht op de keepster af. Meijer durft het ook dat gewoon. Mooi, schat. Ja, die durft dat gewoon. Echt knap. Oké, okay, kom op Enzo, kom op. Dat is een hele lijpe. Boom, gek! Oh! We hadden het weer, jou. Kom op. Ah, kom op. Kom op. Boom. Oh! Oh! Oh. Dat was met links. Weer een verkeerde been. Oh! Oh. Zo. En die was al een keer. Oh. Ja, Marion is een diehard hoor. Dat is gewoon niet pijn doet je kind. Jeetje. Boom. De laatste keer. Jasje gaat uit. Precies. Ja, het zit er niet in hoor. Ik ben kapot. Moet niet zo gek doen. Oh. Die zit dan weer wel, hè? Ja, maar Marion is wel echt een goede keeper hoor, serieus. Ja. Dan ga ik één keer even de crossbar raken vanaf hier. Ja, dat lukt je wel in één keer. Oh, zat er wel mooi in. Dat was wel mooi in de hoek. Oh, mooi! Hé, hey, vast. Lekker. Hop. Marion, je moet keeper worden. Oh! 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 Dat heb jij zo vaak, dat hij echt net daaronder gaat. Ja. Ja! Oh, en een goal. Lekker, ook nog een goal. Zo, die was ziek. Nou, dat was dan de afsluiter. Goeie afsluiter. Je hebt echt de sterren van de hemel gekiept. Nou, bedankt. Serieus, superknap. Ik had niet echt de outfit ervoor aan, maar anders was ik ook gaan duiken. Maar vroeger heb je altijd met volleybal, of volleybal, handbal. Nou, niet heel vaak keep, maar soms dan moet je afwisselen. Als je bij jongeren speelt, dan moet je soms afwisselen voor keep. Ja. En toen kon ik heel goed keepen, maar ik vond eigenlijk veld leuker. Dus dan ging ik meestal veld. Maar een handbalgoal is veel kleiner. Klopt, maar je hebt wel de hand-oogcoördinatie. Ja, precies. Dat is. Echt super knap hoor. Dat lekker schat. En bij handbal hoef je hem niet te vangen. Dat is gewoon afstoken. Oh ja, tuurlijk. En dan is het klaar. Nee, dan schiet je hem gewoon weg bijvoorbeeld. Ja, ja. En bij voetbal moet je eigenlijk altijd proberen om zo snel... Los! En dan klem! Ja, klopt. Maar ik weet niet trouwens zeker of dat bij handbal zo is. Als hij zeg maar in de cirkel dan maar landt. Want als hij recht weer terug wordt geschoten naar de speler die hem schiet, die mag dan volgens mij gewoon nog een keer schieten. Ja, handbal, ik heb sowieso geen idee hoe dat werkt eigenlijk, handbal. Ik vind het wel super knap. En je ziet ook altijd de keepers of keepsters, die hebben dan echt van die handschoenen aan met echt superveel van dat soort lijm bijna als het ware. Zodat je die bal echt goed vast kan pakken. Lekkere grip hebt, weet je wel. Maar ik ben zelf altijd keeper geweest met voetbal. En dan deed je gewoon eigenlijk even tuffen op je handschoen. En dan wrijven naar elkaar toe. En dan had je gewoon goede grip. Dat deed ik altijd. Oké, dames en heren. Het is lekker donker hier. Maar ik ben kapot nu. Dat is op zich logisch. Want ik heb toch wel weer te gek gedaan. Maar ik ben kapot. Dus ik ga lekker chillen op de bank hier. Misschien wel even slapen. Maar in ieder geval. Hermeline en Harry Potter weer op je beeldscherm. Hermione. Dus we gaan weer Harry Potter verder kijken. Maar het was wel even lekker om buiten te zijn. Maar nu tijd om lekker te gaan chillen. 1 hour. Oké, in de tussentijd heeft Enzo lekker geslapen. We zijn tijdens de film in slaap gevallen. Ik ben ook in slaap gevallen. Dus we moeten die film nog steeds afkijken. Volgens mij zijn we nu met deze film echt wel 3 of 4 keer bezig. Maar nu is er een pakketje binnengekomen. En volgens mij weet ik wat dit is. Maar ik dacht, ik ga het eventjes met jullie openmaken. En het is wat ik denk dat het is. Garen en knoopjes. En ik denk dat deze knoopjes echt qua grootte perfect zijn. En de zwarte garen. En ik heb ook even een naaldendoosje besteld. Want ja, volgens mij hebben we hier ergens wel naalden, maar ik heb geen idee waar. Dus ik denk dat ik mijn projectje van de knoopjes op de helmen naaien straks ga uitvoeren. Dan heb je straks
hier die bandjes. En dan doe je dat mondkapje dus hier ergens op. Alleen dan moeten we wel eventjes goed kijken met welk mondkapje we dat gaan doen. Want ik denk dat gewoon zo'n knoppen mondkapje, die mogen als het goed is gewoon. Dus ik denk dat ik die gewoon straks erbij pak. En dan kijken hoe lang die zijn ongeveer. Want ik denk dat die hier bij de achterste touwtje moet. Aangezien mijn oren ook ongeveer daar zitten. En dan moet de mondkapje tot daar wel kunnen redden. Dus laten we straks lekker gaan... Ja, hoe zou je dit zeggen? Dit is niet naaien. Knoopjes vastmaken. Oké, ik kan natuurlijk niet wachten. Dus het liefst ga ik dat dan meteen doen natuurlijk. Dus dat gaan we ook doen. Ik doe nu voor de zekerheid even weer de helm op. En dan hou ik even het mondkapje zo recht voor mijn mond. En dan voel ik even op welk bandje die moet. Ja, wel op die achterste. En dan best wel hoog. Ja, en dan zit hij goed. Ja, hij kan eventueel ook wel hier laag. Alleen dan glijdt hij denk ik af. Het enige probleem... voel ik, is dat hier zo'n merkje zit. Oh, die kan glijden. Oh, beter. Die kan ik een beetje naar beneden schuiven. Dan kan het knoopje hierboven en dan aan de andere kant ook. Oh, en ik denk dat het dan gewoon toppie is. Ik zei net tegen Enzo, ik heb 12 knoopjes. En zoals het nu lijkt gaan we met z'n 8 op wintersport. In principe kan ik voor 4 anderen, op Enzo en mij na, kan ik dit maken. Maar stel dat iedereen zegt dat ze het ook heel graag willen, dan kan ik altijd nog extra knoopjes bestellen voordat we weggaan. Zo, ik heb wel genoeg draad in ieder geval. Maar dit is wel altijd handig. Gewoon even naald en draad in huis, zodat je ook weet waar het ligt. Want je kan het altijd wel gebruiken. Oké, daar is de draad. En dan heb ik hier de naaldjes. Even kijken, die gaatjes van die knoop is best wel dik, dus ik hoef niet per se een hele dunne naald. Ik denk deze. Oh, komen er meteen 2 uit. Ja, dit is altijd het moeilijkste, hè? Draad door dat oog heen krijgen. En mijn moeder die kan dus nou, best wel goed naaien. Dus ik heb haar hier vroeger echt vaak mee zien pulken met dat ding door het oogje krijgen. Ze heeft serieus ook mij wel eens gevraagd, kan jij doen? Kan jij doen? Dit oogje is ook wel heel klein, moet ik zeggen. Als ik hem er nu 1 keer doorheen heb, dan laat ik hem er ook gewoon altijd in zitten. Zo, de camera valt zo uit, denk ik. Zo lang duurt dit. Nou, Enzo gaat het even proberen. Hé, schatje. Hoi. Het is echt een heel klein gaatje. Ja, is de draad niet groot dan? Zou kunnen, ja. Ja, er zit 2. Echt? Nee, gekke. Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem. Oké, nu? Goed, ja. En die nooit meer, ga ik nooit meer, maar echt nooit meer, eruit halen. Die kan je dan zo in de garen steken. Je hebt echt Let's go! Dankjewel. Je wou ook zeggen, dit gaat niet nooit lukken, hè? Nee, ik heb 2 kleine stukjes pizza gehad, maar dat ging een beetje matig in. Ik dacht, ga ik een spuug of hout timmen? Ik heb het ingehouden. Maar ja, dan ga ik maar aan de brinkie. Ik ben zo warm ook gewoon, wil je eens voelen? Oh, op een of andere manier aan je oor grijpen. En je was net wel warm, het is nu weer een beetje gezakt. Nou, ik heb in ieder geval weer 2 passeetknolletjes en ik voel me echt zwaar belabberd weer. Het is weer helemaal de andere kant op gegaan. Kijk hoe precies Marion aan het werk is, dames en heren. Hierboven. Ja, ik doe het eigenlijk wel dom. Ja, dan. Ja, ik wil die naald nu niet meer van dat garen af. Ja. Maar dat kan eigenlijk niet. Je moet straks knippen. Ja. Ja. Dus dat gaat toch nooit lukken. Dus dan kan ik beter helemaal opnieuw beginnen. Dus dan heb ik je straks weer nodig. Ja, wat heb je nu gedaan dan? De hele knoop eraf? Ja. Oké, ik snap het even niet, mensen. De camera is heel zwaar. Oké, dan kan ik hem hier losknippen. Nou, het eerste knoopje is een feit. Dan nu aan de andere kant en dan kan ik jullie laten zien of dit project geslaagd is. Maar dan ga ik eerst even weer vragen of Enzo een nieuw draad erop kan doen. En dan laat ik jullie straks zien als beide knoopjes erop zitten. Dus ik kom zo bij jullie terug. A few moments later. Enzo! Ja. Kom je? Helpen? Ja. Enzo to rescue. Huh? Het is gelukt. Hoe je joh? Wow, wat nice. Ja, is nu gelukt toch? Ja. Is het toch goed? Ja, is het goed ja. Hoe je joh? Oh, beter. Ja, dus nu kan ik gewoon zo. Ah, nice. Hoppatee. En dat is dus chill, want je hebt hieronder eigenlijk altijd nog je Buffy. Maar dat mag dus niet, alleen een Buffy. Dus je moet wel even goed voelen. Hier zit hij. Ja, je moet even goed voelen waar hij zit en dan kan je hem er langs doen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het in, hoe heet dat? Hoe dat uiteindelijk in de realiteit gaat als je bij de lift bent. Ik denk heel goed, want ik weet nu precies waar hij zit. Kijk maar. Ja, nice.
Lekker, moet ik weer een draad door de naald doen? Ja, dat is voor jou helemaal. Dan ga ik ook meteen jouw helemaal doen. Dat is goed. En dan helemaal toppie, hè? Super nice hoor, schat. Ja, en dan gaan we even een filmpje maken voor de jongens in de wintersportgroeps-app. En dan vragen wie ook zulke knoopjes willen. Als ik dit zo op heb, ik zoveel zin om nu alvast te gaan. Hey, ga lekker wintersport. Ja, ik heb hem. Oei, oei, jij bent master naaldendraad. Wil je hem pakken van mij? Waar ligt die hier om de hoek? Als het goed is wel. Toppie-joppie. En dan moet ik alleen even kijken hoe dat is bij jou. Dit is voor mij of wel? Wow, dit is die voor jou. Ja, je hebt het mij al gedaan. Ja. Voelde je hem niet wat groter van zitten? Nee. Ja, dit is jouw helm. Je hebt mij nou al gedaan. Nou, dankjewel, schat. Wat lief. Nou, beter. Heb ik die voor jou gewoon al gedaan. Maar die zit wel lekker, die helm. Ja? Ja. Misschien hadden heel veel mensen nu al door dat het jouw helm was. Oké, dan moet ik even mijn eigen helm weer opdoen. Oké, dit is mijn helm, mensen. En dan doe ik het mondkapje voor en dan moet ik even voelen op welke, ja, ook op die bandjes, die achterste. Nou, hoe heb ik dat niet gevoeld? Ja, dat weet ik ook niet. Die roze sticker was ook best wel duidelijk geweest eigenlijk. Dit is dus ook de reden waarom ik zwarte knopen besteld had. Omdat ik dacht dat wij beide zwarte bandjes hadden. Maar jij hebt zo'n crème kleurig bandje. Dus die zwarte knoopjes zie je bij jou wel iets beter. Maar dat maakt jou niet uit, hè? Nee, dat maakt niet uit. Oké, nou, als ik deze knopen vast heb gedaan, dan kom ik weer even bij jullie terug. En dan gaan we eventjes een filmpje opnemen voor de jongens in de groepsapp. Later. Zo, als het goed is, is mijn er nu ook af. En dat kunnen we maar op één manier testen door de helm op te doen. Te voelen waar de knoopjes zitten. Hoppakee! Echt top! Echt top. Zo blij. Hoppakee. Ski-brilletje op. En gaan. Ja, zo is het echt niet erg. Want ja, het is gewoon echt een feit. Als je beneden aankomt en je moet elke keer je helm afdoen. Mondkapje op. Want ja, ga zomaar eens je mondkapje opkrijgen. Dat lukt gewoon niet. Want je moet hem achter je oren hebben. Ik zeg top idee. We hebben ook al even een filmpje gemaakt voor in de groepsapp. Aangezien Enzo net toch de helm op had. En ik neem deze knoopjes en dus dit garen en de naald neem ik gewoon mee. En als daar iemand het ook wil, dan kom maar hier, dan fix ik het voor je. Het is echt binnen 5 minuten gefixt. Die moet zeggen, die van Enzo duurde best wel lang. Want ik moest even kijken hoe ik dat moest doen. Maar die van mij heb ik echt binnen een paar minuten gefixt. En ja, stel die gaat los, dan kun je altijd, heb je altijd nog extra knoopjes bij je. Dus ik zeg, top idee. Voor als je nog op wintersport gaat, ik zou het echt aanraden om dit te doen. Want het is echt vervelend om elke keer je helm af te moeten. En in sommige wintersportgebieden hoef je volgens mij niet per se een mondkapje. En is die buff, zeg maar, is ook al goed genoeg. Maar ik weet dat ze in Oostenrijk echt wel streng zijn daarmee. Dus ja, wij nemen gewoon het zekere voor het onzekere. En dan weten we in ieder geval zeker dat we die mondkapjes gewoon daar kunnen plaatsen. Dus ik zeg top. En ze zit inmiddels achter de computer. Die voelt zich nog steeds echt super beroerd. Ik denk dat we ook misschien een beetje te gek gegaan zijn. Toen we thuis kwamen van wandelen, toen belde Quinn. Toen zei ik van, ik zou het niet doen, schat. Want je bent vandaag wel echt ziek geweest en vanochtend. Ja, maar ik wil heel graag even naar het voetbalveld. En we hoeven niks te doen natuurlijk. Was uiteindelijk ook echt super leuk. Maar dan ben je uiteindelijk toch wel iets van 3 uur lang buiten. En ja, op het voetbalveld gaat Enzo sowieso altijd gek, want dat vindt hij gewoon super leuk. Dus toen we terugkwamen, toen was hij wel echt eventjes helemaal kapot. En toen lag hij net ook op de bank weer met een kruik en weer gloeiend heet en helemaal zweten en zo. Dus ik hoop echt serieus dat hij vannacht gewoon beter wordt. Maar hij zit nu dus lekker achter de computer, gewoon even zijn eigen dingetje doen, even lekker gamen of zo. En dan, nou, dan gaan we straks maar vragen hoe het met hem gaat. Dames en heren, ik dacht ik ga lekker afsluiten en een bedje toe. Marion ligt ook al in bedje, dus die ga ik lekker vergezellen. Yeah. Oh man, ik hoop echt dat ik morgen weer helemaal beter ben. Ik voel me nu al oké weer. Maar toen we terugkwamen van voetbal, toen voelde ik me toch zo shit. Ja, dat was echt niet normaal. Echt wel een beetje normaal. Te veel gedaan. Ja, dat denk ik. Lekker slapen en relaxen en morgen nog een beetje uitrusten en dan gaan we weer vol gas. Ja, we zien het dan wel morgen. In ieder geval voor vandaag heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.